Ja, en ook in Tolberg Centrum, de Kaasgraaf, uw adres voor de Hollandse kazen, buitenlandse kazen, wijnen, delicatessen, noten en taps. Ja, en nu de horeca helemaal gesloten is, willen we het natuurlijk thuis allemaal gezellig maken. Met lekkere tapas, nootjes, een heerlijk wijntje. En ik denk dat we iemand heel gelukkig kunnen maken die we gewoon een heerlijk avondje thuis gaan bezorgen. Want het heerlijk avondje is nu al gekomen. Ja, en zelfs bij de Kaasgraaf hebben ze mondkapjes die uitwasbaar zijn voor €2,50. Nou, we gaan eens even kijken. Goedemiddag. Morgen, het is nog morgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen meneer. Hallo. Wij zijn van winkelcentrum Tolberg. En ik mag vandaag mensen blij maken. Ik mag namelijk voor u af gaan rekenen. Ik mag pinnen voor u namens alle ondernemers. Is dat leuk? Dat lijkt me leuk. Ja, toch? En dan maken we een heel klein filmpje voor om te laten zien dat hier zo'n mooie kaasgraaf zit in het winkelcentrum. Ja, het is wat met die mondkapjes, hè? Alles beslaat. U ging het vanavond zelf thuis gezellig maken? Ja, ja. Met een lekker wijntje? Ja. Stukje kaas? Stukje kaas erbij. Kijk, helemaal goed. En u... Oh, u gaat even proeven. Nou, kijk. Altijd fijn natuurlijk. Ik heb het kapje af, ja, mag wel op. Als je eet, mag je het kapje af. En we staan met z'n allen op veilige afstand, dus dat is geen probleem. Wat is hem? Dat is hem, hè? Ja. Ongeveer een pot. En had u het wijntje er ook al bij? Die hebben we nog niet erbij. Nee, nou dan moeten we die er ook even bij zoeken. Dan ga ik even draaien. Kijk, die liggen hier. En bent u dan van de witte of van de rode wijn? Of van de rosé? Ik ben meer van de rosé. Van de rosé. Nou, dan moeten we even vragen. Ik zie daaronder een rosé staan. En ik zie er boven eentje liggen. Dan doe ik deze erbij, hè? Ja, dat is helemaal goed. En een lekker stukje kaas. Ja. Ik zou lekkere nootjes erbij doen. Ja, ik wou zeggen. Gaan we die kant op? Anders nog iets voor u. Ja, maar goed. Ja, het is wat. Ik loop overal met mijn... jij moet die afstand houden. Dus we moeten even wennen hoe het met die lange stok gaat. Dus die is de bedoeling dat jullie afrekenen? Wij gaan voor u afrekenen. U mag het meepakken. U mag lekker naar huis. En ik ga zo pinnen. Nou, doen we lekker snoepen. Doen we het lekker gezellig maken. Kijk, daarom. Ja, ik zou zeggen hartelijk bedankt. Nou, heel graag gedaan. Ik wens u een heel fijn weekend. Dankjewel. En geniet ervan. Goed weekend, hè. En zoals ik altijd zeg, het heerlijke avondje is nu al gekomen. Zo. Toch? Veel plezier. Oké, graag gedaan. Nou, daar gaan we dan. Een meneer is hartstikke blij. Die gaat vanavond aan de rosé. Heeft een heerlijke cranberry mix. En welke kaas heeft hij genomen? De boerenkaas. Boerenpikant. De boerenpikant. Ik durf het bijna niet te vragen. Wil je proeven? Ik zou best even willen proeven. En de cameraman die lust ook heel graag. Ja. Ik kom even met mijn stok over de stoomakket. Dan kunnen we je goed verstaan. Kijk. Oh, lekker. Alsjeblieft. De cameraman ook. En nou, dit wordt er... Ja. Alsjeblieft. Ja, en nu mag die heel eventjes af, want je moet met eten mag die even zo. Ja, om de beurt. Om de beurt, ja. Ja. Dit is een stellingkaas, 404. Dat betekent dat hij komt van de familie van de Heuvel. Dat is nummer 4. En het laatste cijfer, dat betekent de leeftijd van de kaas. Dus het begint bij 1 en dan wordt het zo steeds ouder. En deze heeft echt de stallucht, noemen wij. Stallucht, nou ja, ik vind hem heerlijk smaken, ondanks de stallucht. Nou, hop, het kopje weer op. Nou, daar gaan we, dankjewel. En we zijn akkoord. Nou, hartstikke mooi. De pinbon blijft hangen. Dat heb ik altijd, dat de pinbon blijft hangen. En jij hebt wel de kassenbon. Ja, ik heb de kassenbon, helemaal goed. Nou, dankjewel.